spektakel. Ik ben naar hier gekomen als 20ste. 10e geworden. Op een 100ste van de finale. Het lijkt misschien een beetje zuur, maar ik denk dat jij alleen maar trots kan zijn op wat er vandaag is uitgekomen. Ja, ik ben zeker trots. Vooral die kronen onder de 67 is wel iets waar ik heel blij mee ben. En de plek eigenlijk ook. Ja, 10e denk ik is mooi. Zeker als je weet dat ik bijvoorbeeld in 2019 een WK mis, dus nog niet goed genoeg ben om daar mee te doen. En nu al top 10 in de wereld ben. Op eigenlijk 60 geworden, wat dat toch net iets minder mijn ding is. Ja, is iets om trots op te zijn. De progressie is mooi om te zien en beloofd voor de toekomst. Je zei deze ochtend van ik hoop in die halve finale iets agressiever te starten en mee te zijn met die grote kanonnen. Is dat ook gelukt? Ja, ik vind het wel. Ik zal als een beetje horen wat mijn trainer erover te zeggen heeft. Maar ja, dat blijft natuurlijk niet in, dat zijn mannen die ook heel goed kunnen starten. En het is, mijn start is net nog niet goed genoeg. En dan is het moeilijk om ook mee te zijn met die mannen. Maar ik denk binnen een jaar of twee dat helemaal in orde aankomt. Je leek voor de wedstrijd heel gefocust. Heb je achteraf gehoord dat Grant Holloway het wereldrecord gevenaard heeft? Ik had het gezien in de gang hier. Maar op dat moment deed mij dat niks. Maar ik ben benieuwd naar de finale. Ik had het beloofd iets moois te worden. Je hebt dit seizoen ook een blessure gekend op een moeilijk moment. Mensen zouden zelfs toen gevreesd hebben voor jouw deelname in het WK, maar je hebt keihard gewerkt om hier te staan. Is dat dan ook een extra beloning om te tonen van kijk, ik hoor hier thuis? Ja, absoluut. Het is topsport is altijd op het randje. En hoort lopen zeker, want laat het duidelijk zijn dat dat geen gezonde bewegingen zijn. Dus ik had wel problemen met mijn heup. Maar dankzij een goed medisch team rond mij ben ik 100% fit eigenlijk hier geraakt. Dus stoppen om top 10 te worden, dat ik eigenlijk niet wat ervoor wel van grond, maar niet veel. Top 10 van de wereld, en dan trek je naar een autoseizoen waar je in principe gezien jouw manier van lopen nog meer kan verwezenlijken? Ja, ik zeg het, even een week rust en dan ben ik echt gewoon van heel terug. Dat is wel mooi en zo, maar auto is een totaal ander verhaal. Ik hoop vooral deze zomer ook bij die wereld om aan te sluiten, gewoon dat die hoort met week in, week uit scherpe kronos zoals deze neer te zetten. Je hebt begin van het seizoen ook is in een interview gezegd van ja, ik wil op termijn die BR's benaderen en ook graag op mijn naam zetten. 300ste scheelt het vandaag, dan voel je toch dat er de komende jaren zeker in zitten. Ja, ik denk, er is zeker een progressiemarge alleen al op die start. Dus ik denk dat ik vroeg of laat wel inderdaad die records zijn. Heeft Jonathan in Senga jou nog iets gezegd de afgelopen twee dagen? Absoluut, ik wil nog een succes gewenst. Het is ook leuk om te zien natuurlijk als toch een van de grotere Belgische atleten in Mexico dan, die zo supporten en ook in die geloven. En ik denk dat hij ook al weet, of misschien zelf hoort, dat ik voor de laatste koers zal doen. Proficiat met die 10e plek en geniet toch maar van de finale en van de rust die wel verdiend is.